video. Vandaag ga ik weer een video doen op een verzoekje van één van jullie. Ik kreeg namelijk laatste vraag of ik een keer mijn Makeup Geek palet, dit is een Z-palet, vol met Makeup Geek oogschaduws, of ik die wilde laten zien. Omdat iemand graag tips wilde welke oogschaduws het mooiste waren, welke ik heel graag gebruik. Dus vandaag ga ik vandaag een video maken en alle kleuren swatchen uit mijn Makeup Geek palet. En vertellen welke ik wel heel erg fijn vind. Of misschien wat minder, die een beetje is tegengevallen. Dus dat is wat jullie in deze video te zien gaan krijgen. Dus ik zou zeggen, alvast veel kijkplezier. Nou, zo'n Z-palet kan je tegenwoordig eigenlijk heel makkelijk kopen bij onder andere Boozy Shop. Volgens mij heeft de Makeup Spot ze ook, dus heel makkelijk online. Ik heb deze volgens mij een keer gekocht in Amsterdam in zo'n Visagie winkel. Dus ik heb een leuk zebra printje. En dat is dus eigenlijk een palet waar je van die magnetische dingetjes in kan klikken. Dus dit zijn bijvoorbeeld van die losse pens, die zijn magnetisch. En die klik je er dan zo in, waardoor je gewoon een heel palet kan vullen. Voor mij is dit een medium palet, want je hebt verschillende groottes van die Z-palet. Maar dit is een beetje het standaard formaat. En hier zitten, even spieken. Maar er zitten hier 27 kleuren in. Deze zijn iets groter, dus daardoor kunnen ze net niet in dat hoekje. Maar dit zijn dus alle kleuren die ik heb. Ik heb hierboven allemaal foiled oogschaduws. Ik heb matte kleuren, shimmery kleuren. Dus ja, ik zou zeggen, kijk lekker mee. Ik ga alle pens er stuk voor stuk uithalen. En voor jullie swatchen en kort iets over vertellen. Ik begin met de kleur Starry Eyed. En dit is wel een van mijn favoriete kleuren. Dit is echt een beetje een champagne-achtige kleur. Dit is ook een foiled oogschaduw. Dat houdt in dat hij best wel metallic is. Heel erg gepigmenteerd, maar vooral heel glanzend. En hier zie je de swatch van de kleur Starry Eyed. Hij is een beetje duochrome. Dat wil zeggen dat hij een bepaald licht wat donkerder lijkt. En is hij echt meer een beetje beige champagne. Dus als je naar het licht toedraait is hij echt heel erg mooi metallic. Ja, champagne eigenlijk. Het is een hele mooie kleur bijvoorbeeld voor je binnenste ooghoek. Om echt te gaan highlighten. Maar ook ik vind dit soort kleuren heel erg mooi. Gewoon op je ooglid. Hier kan je echt wel de show mee stelen. Dus dit is de kleur Starry Eyed. De volgende kleur uit het palet is de kleur Whimsical. En die is ook foiled. En deze is iets meer een beetje licht roze-achtig. Maar wel zo licht dat hij ook nog heel erg mooi is als highlighter. Ook deze is weer super gepigmenteerd. Het is echt een beetje een ja, licht roze, bijna zilverachtige kleur. Dus echt ook heel erg mooi als highlighter voor je binnenste ooghoeken. Maar bijvoorbeeld ook onder je wenkbrauwbot. Maar het is ook echt gewoon een heel mooie kleur om als topper over een oogschaduw heen te doen. Of deze op zichzelf te dragen. Ik vind dit echt een hele mooie kleur. Vooral als je een beetje van een warme tint houdt. Dan kan je met Whimsical echt hele mooie combinaties maken. Gaan we verder met de kleur Grandstand. Ook deze is foiled. En deze is een beetje bruin koperachtig. Maar niet zo heel erg donker. Dus ook deze is weer vrij metallic. Wat ik zelf heel erg mooi vind. En ook deze is weer mega gepigmenteerd. Die foiled oogschaduws die glijden echt gewoon over je huid heen. En ook deze is echt super metallic. Zoals je kan zien, het licht is ook echt weer wat lichter. Dus als je hem uit het licht houdt, is hij echt alweer wat donkerder. Dus echt wel een bruine ondertoon. Maar echt een hele mooie metallic koper tint. Die niet al te warm is, maar ook niet te koel. Is precies mooi in het midden. Dus dit is de kleur Grandstand. Hier heb ik de kleur Mesmerized. En Mesmerized is een beetje taupe-bruinachtig met een klein beetje een paarse ondertoon. Best wel een bijzondere kleur. En ook heel erg mooi om een smoky eye mee te maken. Hij is niet echt heel metallic. Deze is meer een beetje satijn, maar echt ziek gepigmenteerd. Ik vind het ook echt een hele mooie kleur voor zowel lichte ogen als donkere ogen. Eigenlijk staat iedereen deze kleur wel. Dus dit is de kleur Mesmerized. Hier heb ik de kleur Take Two. En ook deze is foiled. Deze is een beetje legergroenachtig. Maar ook weer met een mooie satijnen finish. En ik vind dit vooral erg mooi bij bruine ogen. Die echt een beetje dat hazel kleurtje hebben. Zodat echt een beetje je ogen wat groener beginnen te lijken. Daar werkt deze kleur goed aan mee. Er zit ook een klein beetje gouden sheen in. Maar is vooral best wel legergroen olijfkleurig. Dit is echt een hele toffe kleur als je van dit soort tinten houdt. En zoals je ziet, super gepigmenteerd. Echt heel erg mooi. Take Two is dit. Nog een foiled. Deze is de kleur Fantasy. En dit is een beetje mint lichtgroene kleur. Ik heb deze ook al een keer ooit gebruikt in een ooglook. En dit is echt een hele toffe kleur als je dus op zoek bent naar een beetje zo'n mint lichtgroene, ja, mooie metallic oogschaduw. Het is nog best een moeilijke kleur om te vinden namelijk, vind ik. Ik vind het een hele mooie kleur, maar ik gebruik hem niet vaak genoeg. Als je echt voor een bepaalde look zo'n kleur zoekt, dan is deze echt heel erg mooi. Maar het is niet dat ik hem heel erg veel gebruik. Het is wel echt een hele mooie kleur. Zoals je ziet, echt super metallic. Dus ook dit kan je weer heel tof gebruiken als bijvoorbeeld een highlighter in je binnenste ooghoek voor een bepaalde look. Maar ook om de look gewoon lekker op te spicen. Dit is dus de kleur Fantasy. En de laatste kleur van de bovenste rij is ook foiled. En dit is de kleur Pegasus. Oftewel Pegasus. Het is echt een felle lichtblauwe kleur. Ook deze is metallic. Het is wel echt een hele mooie kleur als je dus op zoek bent naar zo'n tint.
Ik zeg heel eerlijk, ik heb hem niet heel veel gebruikt, maar het is wel echt gewoon een hele mooie kleur. En toen ik hem eenmaal zag, dacht ik, oké, weet je, die moet ik gewoon hebben. Zeker voor een look met een Ice Princess of echt een beetje zo'n ijzige blauwe look, wat ik ook heel mooi vind bij bruine ogen. Dan is dit wel echt een hele mooie kleur daarvoor. Dit is dus de kleur Pegasus. Als je ziet, als je hem uit het licht haalt, is hij iets meer muted blauw. En als je hem echt in het licht haalt, dan is hij echt bijna zilver... Ja, ijzig blauw. Echt super mooi. Pegasus is dit dus. Dan gaan we nu verder naar de tweede rij kleuren. En dit is eigenlijk allemaal mat. En vooral kleuren die voor mij echt wel een beetje de make-up game hebben veranderd. Goede kleuren waar je goede basis mee kan maken. Goede matte kleuren waar je echt goed mee kan opbouwen. Mooi kan blenden. Dat is wel wat deze kleuren voor mij betekend hebben. Dus veel van mijn favorieten zitten in deze rij. Ik begin met een van de allereerste kleuren die je kocht. Ook een van de bekendste kleuren van Make-up Geek. Dit is de kleur Crème Brûlée. En crème brûlée is best wel een beetje, ja, wat warmer bruin, maar niet zozeer met een oranje ondertoon. Matte kleur is wel heel lastig om, zeg maar, goed te laten zien, maar ik doe mijn best. Zoals je kan zien is dit een hele lichte, ja, een beetje peach-achtige bruintint, die echt gewoon heel erg mooi is om de arcadeboog wat op te warmen, maar ook om gewoon alvast een transition shade aan te brengen. Daar is crème brûlée heel erg fijn voor. Dit is ook een van de meest verkochte kleuren, zover ik weet. Dus dit is wel een aanrader. Dan heb ik hier de kleur Bake Sale. En naast crème brûlée is Bake Sale iets donkerder. En vooral net even iets warmer van kleur. Is wat heftiger eigenlijk. Dus stel dat je bijvoorbeeld crème brûlée en Bake Sale allebei hebt. Dan zou je crème brûlée als transition shade kunnen gebruiken. En Bake Sale bijvoorbeeld echt in je arcadeboog eroverheen. Hier zie je de kleur Bake Sale. De kleur daarnaast is een beetje een aparte kleur. Dit is wel heel erg mooi als je een olijfkleurige huid hebt. Maar deze heb ik voornamelijk gekocht in combinatie met de kleur Take Two. Het is echt een beetje een groenachtige, ja, olijfkleur. Die heel erg mooi combineert met groene oogschaduws. En dit is de kleur Preppy. En volgens mij heb ik deze ooit een keer gezien in een video van Jaclyn Hill. Dat zij deze gebruikt. En toen dacht ik, oh, dat is wel echt een hele bijzondere kleur. Wel is het zo dat hij best wel droog is. Dus hij moet een beetje opgebouwd worden. Dat merk je ook altijd met het swatchje. Maar het is ook niet de bedoeling dat dit een hele felle kleur is. Want dit is echt puur als basis bedoeld. Maar dit is dus de kleur Preppy. En dit is echt heel erg mooi bij de olijfkleurige huid. Maar ook met bruine ogen die vaak groen tinten dragen. Preppy dus. Ga ik verder met de kleur Frappé. Ook deze heb ik vet veel gebruikt. Echt gewoon vet veel. En dit is echt weer een wat donkerdere kleur als Bake Sale. Maar ook net even weer iets bruiner. Dit is de kleur Frappé. En deze heb ik regelmatig gebruikt in mijn arcadeboog. Op het moment dat ik dit palet gebruikte. Dus ja, dit is de kleur Frappé. En eigenlijk altijd wel een goede basis als je ook net even iets lichter huid hebt dan heel licht. Net als ik ongeveer. Dan is dit echt een hele fijne kleur om in je arcadeboog te gebruiken. De kleur daarnaast is in tegenstelling tot de bruintint net even iets meer een beetje roze-achtig. Een beetje een roze ondertoon. Ik zou bijna willen zeggen oudroze, maar dan iets lichter. Dit is de kleur Wild West. Behoorlijk gepigmenteerd zoals je kan zien en ook echt een stuk donkerder als de rest. En dit is vooral erg mooi in je buitenste ooghoek of om net even de buitenkant van je arcadeboog iets donkerder te maken op het moment dat je bijvoorbeeld al een lichtere kleur gebruikt hebt. Maar ook in combinatie met een beetje een, ja, rode smoky eye werkt dit ook erg mooi om de kleuren mooi mee te blenden. Dus dit is de kleur Wild West. Nog een hele bekende kleur van Make-up Geek Cosmetics, dat is de kleur Cocoa Bear. En dit is echt cacao kleurig, best wel een warme bruin tint, maar echt prachtig als je dit soort kleuren mooi kan combineren met bruine ogen, maar ook met blauwe ogen, omdat het zo'n hele warme ondertoon hebt, is dit echt prachtig. Hij is echt super zacht en onwijs gepigmenteerd en je kan deze echt heel erg mooi opbouwen. Dit is dus de kleur Cocoa Bear. En de laatste kleur van deze rij, dat is een beetje een mauve shade. Dit is de kleur Vintage. En ik vind de kleur ook heel erg passen bij de naam. Het ziet een beetje, ja, oud uit. Een beetje vintage, mauve-achtige kleur. Vind ik gewoon heel erg erbij passen. En ik heb deze ook best wel veel gebruikt. Ik vind dit ook verrassend mooi in combinatie met bruine ogen. Omdat het dus een paarse ondertoon heeft. En dat staat gewoon mooi bij bruine ogen. Al hou ik helemaal niet van paars. Dit staat echt heel erg mooi. Dus als je bruine ogen hebt en een beetje wil experimenteren met niet alleen maar bruin tinten, dan is Vintage echt de kleur die je zou moeten proberen. En zoals je kan zien, ziek gepigmenteerd. Echt een hele mooie kleur. Vintage dus. De volgende rij kleuren is een combinatie van kleuren met veel kleur. Zijn matte kleuren, satin finishes, hier en daar wat glitter. Dus dat is best wel een beetje de random categorie. Daar ga ik nu aan beginnen. Ook best wel een bekende kleur is de kleur Bitten. Als je een rode tint zoekt die niet gelijk fel fel rood is, maar een beetje bordeaux, maar toch wel krachtig. Dan is Bitten echt een hele mooie kleur.
Ik heb deze ook regelmatig gebruikt op het moment dat ik bruine ooglooks wat meer een rode finish wilde geven. Ja, hij is echt wel rood zoals je kan zien, maar je kan er wel goed mee werken. En als je hem ook swatcht, dan hoef je niet te schrikken van wat je ziet, want het is echt gewoon een beetje een rode sheen. En je kan dit gewoon echt goed opbouwen naar wat donkerder, maar vooral om de kleur van je oogschaduw weer wat warmer te maken. Dus zeg maar, je hebt een bruine ooglook gemaakt en je wil iets meer rood erin toevoegen. Beetje bitter in je arcadeboog en je hebt net zo'n mooie rode gloed in je, in je look zitten. En dat blendt dan heel erg mooi. Dus ook Bitten is een favoriet van mij. Een kleur die ook echt onmisbaar is geworden voor mij. Dat is de kleur Americano. Een van de bekendste kleuren ook weer van Makeup Geek. En dit is echt best wel een donkere bruine kleur. Die perfect is voor je buitenste ooghoeken. Maar ook langs de onderste wimperrand voor iets donkerder. Maar bijvoorbeeld ook gewoon als lijntje met oogschaduw op je wimperrand zelf. Je kan hier eigenlijk alle kanten mee op. Hij is echt onwijs gepigmenteerd zoals je kan zien. En heel mooi opbouwbaar. Dus dit is de kleur Americano. En wat ik fijn vind aan deze kleur is dat hij niet mega mega warm is. En ook niet mega mega cool. Hij zit perfect in het midden. En qua donkerheid is hij ook echt heel erg mooi. Is echt een aanvulling geweest op mijn collectie. Omdat ik nog niet zo'n kleur had. Terwijl je echt zou denken, hoe dan? Americano dus. Dan heb ik hier een kleur die ik eigenlijk niet heel veel gebruikt heb. Die misschien een klein beetje miskoop is geweest. Ik weet ook niet achteraf waarom ik dit gekozen heb. Want als ik er nu naar kijk, dan zou ik echt zoiets hebben van... Als ik het in de winkel had gekocht, weet ik zeker dat ik hem had laten liggen. Dit is de kleur Bada Bing. En Bada Bing is eigenlijk gewoon een matte donkerbruine kleur met gouden glitter erin. En nou is het op zich niet lelijk en het kan best wel mooi zijn. Maar ik vind eigenlijk zelf een matte oogschaduw in combinatie met een glitter is het net niet. Want waar ga je dat voor gebruiken? Door de glitter is hij nou best wel stroef, dus hij blendt niet heel erg mooi. Best wel vlekkerig wil ik eigenlijk wel zeggen. En je hebt altijd glitters in je arcade op het moment dat je een matte kleur gebruikt. En op het ooglid, ja, is hij dus best wel vlekkerig. Dus het is niet de mooiste kleur. Hij is ook best wel droog. Dus ja, ik laat hem wel gewoon aan jullie zien. Maar als je me zou vragen, vind je Bada Bing een aanrader? Ik weet het niet. Misschien is het ook niet zo heel goed te zien. Maar als je echt een beetje kijkt in het licht, dan zie je echt wel een beetje een bruine sheen. Maar ik vind hem ook best wel, ja, vlekkerig. Dat kan je misschien ook wel zien. Dus dit is niet echt een aanrader, maar toch laat ik hem even zien. Bada Bing dus. Dan heb ik hier een kleur die ik in eerste instantie niet zelf besteld had. Ik kende hem wel. Doordat er een order fout ging bij Beauty Bay een paar jaar geleden alweer dat ik dit bestelde, kreeg ik deze kleur in plaats van een andere kleur. En dit is de kleur Cosmopolitan. En hij lijkt een beetje op MAC. Oh, even denken hoe die kleur heet. Ik zal het wel even hieronder neerzetten. Het is een kleur van MAC. Die lijkt hier best wel op. En die heb ik zelf niet. Maar die vond ik altijd wel erg mooi. Dus toen ik deze kleur kreeg, dacht ik, oh, nou, vind ik eigenlijk helemaal niet erg. Ik bedoel, het net zo goed een donkerblauw kleur kunnen zijn waar je niet zoveel mee kan. En deze kleur is echt mooi. Eigenlijk voor alle kleuren ogen wel. Het is een beetje rose gold, maar hij is iets meer peach. En ja, het is gewoon een mooie kleur. Zoals ik al zei, eigenlijk alle kleuren ogen staat hij wel heel erg mooi. Omdat er goud in zit, maar ook perzik. En zoals je kan zien, is hij gewoon echt super zacht, super gepigmenteerd. Dus dit is de kleur Cosmopolitan. Dan heb ik een kleur Envy. En Envy is een beetje een donkergroen met een blauwe ondertoon. Hij is best wel donker, dat zou je misschien zo niet zeggen. Maar als ik hem dadelijk zal swatchen, zal je echt wel zien dat hij een donkere ondertoon heeft. Dat kun je hier goed zien. Je zou bijna willen zeggen mosgroen, echt van dat oudere mos. Maar hij is net even iets meer blauw. Excuses als hij een beetje vlekkerig lijkt, maar ik maak mijn hand natuurlijk tussendoor steeds schoon. En doordat er wat water achter blijft, wil het nog wel eens een beetje vlekkerig ogen. En dat is in dit geval zo. Maar hij is echt niet vlekkerig. Dit is dus de kleur Envy en dit is heel erg mooi om de ooglook wat donkerder te maken. Of als je blauw of groen tinten gebruikt. Waar een beetje een smoky look mee wil maken, kan dat heel erg goed met de kleur Envy. Dan heb ik hier de kleur Cupcake. En de kleur doet de naam absoluut eer aan. Poederroze, echt dat hele zachte, liefelijke roze. Je zou echt denken, wanneer gebruik je dit en hoe gebruik je dit? Nou, eigenlijk heel simpel, in je arcadeboog. Kan als kleur op zichzelf, maar ook in combinatie met anderen. Omdat hij niet zo heel erg fel is. Dus hij is niet zo heel erg fel. En daardoor gewoon heel leuk om een beetje mee te spelen. Maar je kan er echt wel toffe looks mee maken. En ook in combinatie met bruin is deze kleur wel heel erg mooi. En als je hem gewoon wat donkerder wil maken, dan doe je bijvoorbeeld weer een kleur zoals Vintage in je Outer V of Wild West in je Outer V. Zodat je net even iets meer die schaduw hebt. Maar Cupcake is echt een hele leuke kleur om ook mee te spelen. Dus dit is de kleur Cupcake. En de laatste van dit rijtje is de kleur NRG. En NRG is ook weer een beetje satin shimmery-achtig, niet heel erg, maar het is echt een hele mooie, ja, wijnrode kleur wil ik eigenlijk wel zeggen, die dus een beetje een satin finish heeft. Ook echt mega zacht, een beetje vergelijkbaar met de kleur Cosmopolitan.
En ook heel erg mooi in combinatie met de kleur Bitten, die rode matte kleur. Het is echt gewoon een hele mooie kleur waar je toffe looks mee kan maken. Ik heb er ook vaak een look mee gemaakt, omdat die gewoon super gepigmenteerd is. Een heel mooie blend. Kan je echt een hele toffe smoky eye maken met een beetje een bordeaux sheen. Dus ook NRG is een favoriet van mij. En de laatste rij kleuren, dat zijn een aantal duochromes. Dat zijn een paar shimmery kleuren en nog één foiled. En dat is, ik denk, mijn ultieme favoriete kleur van Makeup Geek. Dus dat is de volgende rij kleuren. De eerste duochrome die ik ooit heb gekocht, dat is de kleur Secret Garden. En ik hou echt heel erg van dit soort kleuren. En toen ik hem zag, toen ze hem swatchte in de video, toen had ik echt zoiets van... I need this in my life. En het is echt een prachtige kleur, maar in het dagelijks leven gebruik je dit gewoon niet vaak genoeg. Het is wel echt een hele mooie kleur. Het is een turquoise blauwe kleur met een beetje paarse ondertoon. Dus ja, het is echt wel een hele bijzondere kleur. Ik heb ook echt niks in mijn collectie wat hierbij in gewoon niks wat hierop lijkt. Waardoor het echt gewoon een hele bijzondere kleur is. Maar het is wel een lastige kleur om mee te werken. Zoals je kan zien, het is een beetje een paarse taupe tint met een blauwe sheen. En ja, het is echt heel gaaf. En ik vind het vooral heel tof voor een feestje. En nu ik dit weer zie, dan denk ik, ach, ik moet die kleur ook echt vaker gaan opdoen. Maar ja, dit is dus de kleur Secret Garden. En ik denk een van de bijzonderste kleuren uit mijn collectie. En zeker uit dit palet. Secret Garden dus. Dan heb ik hier nog een duochrome shade. En dit is de kleur Steampunk. En Steampunk, dat doet mij altijd heel erg denken aan een beetje dat bruin, goud, brons. Nou, ik denk dat deze kleur geen betere naam had kunnen krijgen. Dit is een duochrome shade, omdat hij eigenlijk een hele donkere basis heeft. En dan een beetje een ja, goud-bronzy-achtige glow heeft. Ik vind dit wel een hele moeilijke kleur, moet ik eerlijk zeggen. Want als ik hem zo zie, dan zou ik gelijk verliefd worden. Maar op het moment dat ik dit ga swatchen, is hij zo donker en zo zwart. Dat hij best wel moeilijk is om mee te werken. En je doet hem niet zomaar op je ooglid, want je hele look wordt gelijk een stuk donkerder. Dus ik zou dit zelf gebruiken met een donkere, beetje chocoladeachtige smoky look. En dan dit op je ooglid, dat is gewoon echt het mooist. Ik vind dit soort tinten vaak ook heel erg mooi in je onderste wimperrand. Maar zoals je kan zien, is hij echt best wel donker. Hij is wel ziekelijk gepigmenteerd. Maar het is echt, ja, weet je, zoals wat je nu ziet vind ik hem mooi. Maar als ik mijn hand ga draaien, ja, dan lijkt hij bijna zwart. En op het moment dat je dus dan niet in het licht staat, dan is het echt gewoon heel donker. Dus zo vind ik hem echt prachtig. Maar hij is net even iets te donker. Dus ik vind het wel een hele mooie kleur. En zeker als je naar zoiets op zoek bent wat echt donker is. Maar wel met een hele mooie sheen. Dan is Steampunk echt iets voor jou. Ik heb nog twee duochrome shades. Daar is dit er een van. Dit is de kleur Ritzy. En Ritzy is eigenlijk een beetje olijfgroenig met een warme bruine ondertoon. Het is best wel een aparte kleur. En hij is echt heel erg mooi met bruine ogen. Maar ook met groene ogen heel erg gaaf. Maar in de praktijk gebruik ik hem niet vaak genoeg. Vind ik de kleur Take Two mooier. Maar het is wel echt een bijzondere kleur. Want het is, ja, zeg maar bruin met een groene sheen. En ik ken dit soort kleuren niet. Ik heb er ook niet zo heel veel. Maar het is wel echt een toffe kleur. Dus als je nog naast zoiets op zoek bent, is Ritzy wel echt een hele toffe kleur. En mijn laatste duochrome eyeshadow is de kleur Voltage. En Voltage is een geel-gouden kleur met een ongelooflijke mooie sheen. Ik heb deze destijds gekocht omdat het me heel tof leek onder mijn wenkbrauw, bot mijn binnenste ooghoek en echt voor die Instagram looks echt op te spicen. Omdat vooral met warme looks dit echt knalt. Nadeel ervan vind ik wel, geel is niet zo mijn kleur. Dat is omdat ik, nou op zich heb ik niet een hele coole look of zo, zeg maar qua huidskleur of zo. Ik heb nu bijvoorbeeld wel best wel een coole bruine tint lipkleur op, dat staat mij dan ook wel. Maar echt oranje tinten, dat staat mij niet. En geel is ook een moeilijke kleur voor mij. Ik kan het wel hebben, maar niet te geel. En dit is echt geel goud. Dus het is een lastige kleur voor mij persoonlijk. Maar vooral voor mensen die echt een warme ondertoon hebben. Denk bijvoorbeeld aan mensen met rood haar. Die dan echt een beetje die persiekleurige huid hebben. Is dit echt super mooi. En het is ook echt gewoon ziek gepigmenteerd. Maar zoals je al ziet op mijn vinger is hij echt geel. En dat is gewoon jammer voor mij persoonlijk. Hij is wel echt heel erg gepigmenteerd. En hij glanst echt gewoon ziekelijk hard. Het is echt een hele gave kleur. Dit is dus de kleur Voltage. Dan heb ik hier denk ik by far de meest verkochte kleur. Dit is de kleur Shimma Shimma. Perfecte glittery kleur voor onder je wenkbrauw. Ja, het is, ik hou best wel erg van een matte highlight onder mijn wenkbrauw. Zeker om mijn wenkbrauw wat strakker te maken. Maar ik heb destijds toen ik heel veel Makeup Geek oogschaduw gebruikte. Echt toen ik ze net kocht. Heb ik echt bijna elke dag Shimma Shimma gedragen onder mijn wenkbrauw. En het is nog steeds wel echt een hele mooie kleur. Dus op het moment dat ik echt een beetje voor, ja, het glanzen onder mijn wenkbrauw.
dan is Shimmer Shimmer heel erg mooi. Want hij is niet echt metallic. Wel best wel licht van kleur. En heeft een beetje een zachte satijnen glow. En daardoor is hij wel echt heel erg mooi. Maar ik vind hem ook echt alleen maar daarvoor mooi. Voor de rest is hij gewoon niet heftig genoeg. Bijvoorbeeld als highlighter op het gezicht vind ik hem te subtiel voor mijn eigen smaak. Binnenste ooghoek ga je niks van zien. Maar onder je wenkbrauw zit wel echt een hele mooie zachte finish. Zit de kleur Shimmer Shimmer. En de laatste kleur uit het rijtje is de kleur In The Spotlight. En dit is ook een foiled eyeshadow. Toen ik hem kocht was ik niet zo heel erg overtuigd. Want ik had echt een hele mooie metallic heftige peachy oogschaduw verwacht. Wat echt perfect zou zijn voor mijn smaak. Maar hij was best wel oranje. En ik, zoals je net al vertelde, geel, oranje. Dat zijn niet echt mijn kleuren. Wel zeg maar bruine peachy tint zoals ik het nu op heb, maar zeker geen oranje. Dat zie je ook bijna niet terug in dit palet. Maar toen ik hem eenmaal ging gebruiken, had ik echt zoiets van, oké, ik neem nu mijn woorden terug. Echt de meest metallic, heftige oogschaduw. Gewoon love it. En vooral met een hele basic look eigenlijk. En dan dit op je ooglid, kaboom. En bijvoorbeeld een donkere smoky look met een cut crease met deze kleur. Gewoon, it's everything, zoals de American people het zeggen. Het is echt heel erg mooi. En het leuke van deze kleur vind ik, hij is een beetje duochrome. Als je zo kijkt, is hij een beetje ja, oranje. Een beetje zelfs wat ik nu op mijn ogen heb. Maar eenmaal in het licht, is hij echt, ja, ik zie cool, ik zie warm, ik zie roze, ik zie zilver. Ik zie echt van alles. En je blijft er maar naar kijken. Dus de kleur In The Spotlight, die steelt ook echt de show met zijn spotlight. Het is echt super mooie kleur en echt een van mijn favorieten. Dus als jij echt heel erg graag metallic kleuren draagt, felle, heftige shades waar ik ook van hou, dan is In The Spotlight echt onmisbaar in je Makeup Geek palet. Dus dit is de kleur In The Spotlight. Ik merk dat het nu iets meer stil is bij Makeup Geek. Het is ook dat ze met meerdere dingen zijn uitgekomen. Met kwasten, met lipproducten, met oogpotloden. Maar ik vind nog steeds de eyeshadows het fijnst, het mooist. Ik koop ze nu eigenlijk niet meer. Ik weet niet zo goed waarom. Want het is echt gewoon prima. Maar ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik vind de kleuren die ik nu heb, daar heb ik eigenlijk wel genoeg aan. En ik ben ook iemand die natuurlijk door mijn video's zoveel uitprobeert. Ik heb bijvoorbeeld de Huda Beauty Desert Dusk geprobeerd, waar heel veel van die metallic kleuren in zitten. Die eigenlijk Makeup Geek ook heeft. Dus daardoor hoef ik die kleuren niet meer dubbel, zeg maar. Maar dit was dus mijn video met mijn ja, favoriete kleuren van Makeup Geek Cosmetics. En mijn hele palet van Makeup Geek. Ik heb er dus maar één. In tegenstelling tot mensen die er echt vier hebben, is dit best wel karig. Maar ik ben er gewoon blij mee. Ik hoop dat ik je in ieder geval genoeg advies heb kunnen geven welke kleuren ik je zou adviseren. Mocht je nog vragen hebben over Makeup Geek, het is onder andere te krijgen bij Beauty Bay. Daar bestelde ik het altijd. Vond je het een leuke video? Doe natuurlijk even je duimpje omhoog. Laat me weten wat je van de video vond, wat jouw favoriete Makeup Geek oogschaduw is. En van welke kleuren je eventueel nog een keer een look wil zien. Dat hoor ik heel erg graag. Ben je nog niet geabonneerd op Sharkademy? Ram dan op die rode abonneerknop om lid te worden van de Sharkademy familie. En geen enkele video meer te missen die ik upload. Want elke woensdag en elke zondag komt er video online. Dat kan beauty zijn, dat kan een review zijn, dat kan lifestyle zijn, dat kan van alles zijn. Dus als je dat niet wil missen, ram op die rode abonneerknop. En dan zie ik jullie heel erg graag bij de volgende video weer.